Maar als je hebt, moet je zaaien naar Gods wil. Je kan zaaien, doe het. Want die principe, dat woord van zaaien en oogsten, is nog steeds van kracht. Dat is niet veranderd. Wist u dat? Oké? En velen kunnen getuigen hoe de Heer hen gezegend heeft. Toen ze met blijdschap gingen zaaien in Gods koninkrijk. Want het zal nooit ophouden, die wet. Van Genesis 8, vers 22. Van zaaien en oogsten. Wie zaait, die oogst. Als u zaait in Gods koninkrijk, u gaat oogsten. Oké? Maar moet u juist het juiste hart hebben. U gaat niet zaaien om er beter van te worden. U gaat zaaien uit liefde voor de Heer. En uit gehoorzaamheid aan de Heer. Dat werkt anders. Weet je, God gaf zijn zoon om ons te redden. Uit liefde voor ons. Dat hij behouden zouden worden. En we zijn door zijn bloed zijn wij gereinigd. Dat is geweldig. De liefde van de Heer over ons. Dus ook bedenk dit nog. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. De Heer hield van offeren. Dat vond hij geweldig. Mensen die zaaiden, mensen die offergaven, geld offergaven. Hij vond het zo geweldig dat de Heer zelf een keer de Bijbel spreekt over. Er wordt een vrouw in de Bijbel genoemd. En enige keer wordt die vrouw in de Bijbel genoemd. En hij vond het zo belangrijk. Of de Heilige Geest vond het zo belangrijk. Dat hij die mensen ruimte gaf. Dat hij beval dat dat woord moet in de Bijbel worden vermeld. Van die vrouw. Die ene vrouw. Die gaf. Hij ging zitten bij het offermandje. Om te zien wat die vrouw zou geven. Dat is geweldig zeg. Hij ging kijken wat al die mensen zetten in het mandje. En de rijke mensen gaven veel. Dat vond de Heer ook prachtig. Zeker. Want offeren is voor rijken en armen. Een arm persoon moet niet denken, ik ga niet offeren. Ik ga niet geven. Anders ga je zo blijven. Maar het principe van God is dat God mensen die geven, zegent. Het is zelfs zo erg dat de Heer dingen zegt die volledig buiten het humanistisch denken, communistisch denken, socialistisch denken van mensen is. Want Gods woord zegt, wie veel heeft, gaat nog meer krijgen. Hij die heeft, hem ga ik meer geven, zegt het woord. Dat heeft te maken met die principe. Van zaaien en oogsten. Een rijke boer die heel veel grond heeft en heel veel zaait, heeft ook veel meer. En hij krijgt steeds meer. Maar iemand die weinig zaait, is anders. Maar dit geeft toch een principe aan ons hier. Dat als je in de samenkomst bent, gaat het niet dat je veel hebt. Maar wat je geeft van je hart. In Markus hoofdstuk 12. Dan lees ik even wat daar gebeurde. Moet u goed luisteren. U moet op te zoeken. Maar ik voor u lezen wat daar staat. Daar staat geschreven. En hij ging tegenover de offerkist zitten. Hij ging tegenover de offerkist zitten. Gewoon om te zien wat mensen erin zouden zetten. In onze tijd, als de voorganger dat zou doen, gaan de mensen zeggen, die voorganger houdt van geld. Want over voorgangers wordt er heel veel gepraat omtrent geld. Dat is het normaal van het denken van de mensen. Het negatief denken van de mensen. En die voorganger, de Heer Jezus, ging tegenover de offerkist zitten. En zag met aandacht hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukken in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zeiden tot hen, voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen.
niet in geld te tellen, maar wat ze had en haar hart. Dank u, Jezus. Zie je, toen ik voorganger werd van deze gemeente, heel lang terug, maar ik kan me nog steeds herinneren, hadden we in de gemeente niet veel rijke mensen. Slechts enkele. En de rijke mensen van toen, die gaven het minst. Dat bedrag, want we wilden hun geld toch veel rijker worden, dachten ze. En dan heb ik vaak gezegd, hebben we deze kerk kunnen kopen, niet door rijke mensen, maar door de gewone mensen van de kerk, die trouw aan de Heer waren en dat de Heer gegeven hebben. Hebben we dit kerkgebouw kunnen kopen en alles kunnen doen. En de Heer heeft ons gezegend, alle saaien van de gelovigen, dat we die kerk hebben gekregen voor halve prijs. De helft wat ze wilden hebben, mochten wij betalen. En het is geweldig. Die kerk was uitgeleefd, we moesten verbouwen, maar al die saaiers kwamen meehelpen bouwen. En we hebben 100.000 gulden uitgegeven in die tijd om die kerk te verbouwen. En je moet zien, de vrouwen die kwamen schilderen. De mensen die kwamen schoonmaken. Anderen konden alleen maar koken. Die kwamen koken. Namen dingen van huis mee om te koken voor de werkers. Het was geweldig om elke dag kwamen mensen hier om de kerk klaar te maken. Enzovoort. Slechts een paar dingen konden we uitbesteden. En toen we klaar waren met alles te doen van de kerk, hadden we nog 25.000 gulden over. En toen ben ik pas gaan denken. En toen dacht ik, hoezo? Tot vandaag kan ik niet weten hoe wij aan het geld gekomen zijn. Het lijkt alsof de Heer in die tijd het verdubbeld heeft. Die principe van saaien en oogsten geldt nog steeds. Daarom wij weten, dit gebouw was en is van de Heer. Die arme weduwe, voor wat ze had, ze gaf het. Zie, iedereen kan geven in de samenkomst wat je hebt. Al denken dat je arm bent, God kan dat veranderen door zijn liefde en genade. Dank u, Jezus. Prijs God. Als de mensen trouw gaan geven. Ik hoorde van een voorganger in Amerika. Hij getuigde. Hij zei, in mijn gemeente van 10.000 man geeft 90% zijn tiende. Een ander vertelde mij, die ook hier gepredigd heeft, van een hele grote kerk. Hij zei, toen ik voorganger werd, waren al die mensen waren arm. Ze kwamen lopen zonder schoenen naar de kerk. Na een tiental jaren moest de politie het verkeer komen regelen. Principe van saaien en oogsten. Als mensen gierig zijn voor God, gooi zij zichzelf neer. Moet ons hart openstellen voor de Heer. Want God is hart opengesteld. En God heeft gegeven, veel gegeven aan ons. Zie, deze vrouw, die weduwe, was het enige wat in de Bijbel over haar staat. Zij gaf veel. Misschien niet veel in centen, maar zij gaf veel uit haar hart. De Bijbel zegt, zij gaf alles wat zij had. Ze gaf haar hele hart. Zie je, ze is niet vermeld in de galerij van geloofshelden. Dat is wel Abel. Abel gaf een offer. Een beter offer dan Kain. En hij werd vermeld dat hij een offer gaf. Omdat hij dingen gaf aan God. Hij offert aan God. Werd hij vermeld in de lijst van de geloofshelden. Dat is geweldig, zeg. Zie, God vindt het geweldig als kinderen Gods offeren. Als ze geven aan hem. Dat is fantastisch. Maar die basis van het geven is de tiende. En sommigen zeggen, de tiende is een zaak van de wet. En soms
Wil ik met die mensen meegaan die dat zeggen? Het tiende geven is een zaak van de wet. Maar dan zeg ik, we leven nu in de tijd van de genade. Als je onder de wet een tiende gaf, dan moet je onder de genade minstens 20% geven. Want de genade is hoger dan de wet. Amen? Oké. Okay.